Gronduitgifte Nishaan 2 project brengt wensen in vervulling. Met het uitreiken van ruim 200 bereidverklaringen voor een kavel op het Nishaan 2 project te Calcutta in het district Saramaka is een jarenlange wens van meerdere personen in vervulling gegaan. Minister Lekram Soedjan van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer, RGB, heeft op zaterdag 19 oktober de BV's overhandigd samen met districtscommissaris Sarwan Kumar Ramai. Aanwezig waren onder andere ook de raadsadviseur Errol Alibux en Jules Weidenbos. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.